Op deze prachtige dag zijn we vandaag in Vaassen, in een heel mooi bosgebied. Hier zijn we vandaag aan de Elzenoord. Dat is een prachtig gebied aan de rand, aan de westkant van Vaassen. En ja, we lopen hier nu in het bos. Je hebt een prachtig pad, ideaal natuurlijk om je hond uit te laten. Je hebt hier nog sprengen die hier lopen. Ja, en op hele korte afstand rij je hier zo de Kroondomeinen in. Dus dat is een prachtig bosgebied. Dat is van Willem-Alexander, u hebt wel eens van gehoord. Ja, die weet ook wel wat mooie plekken zijn. Dat is natuurlijk hier heel dichtbij. Ja, korte afstand heb je hier kasteel de Kannenburg. Dat is een prachtig kasteel met hele grote tuinen waar je kunt wandelen. Iets verder zit hier sportcomplex de Koekoek. Dat is een heel mooi complex met binnen- en buitenzwembad en allerlei sportvoorzieningen. En natuurlijk het centrum van Vaassen, wat ook heel mooi is en gezellig. Dat is ook binnen 5 minuten bereikbaar. Maar je woont hier aan de rand van Vaassen in het bosgebied. En je hoort hier eigenlijk ja, nagenoeg geen wegen. Vogels, hoor je? Mooi, hè? Ja, en dit is alleen bestemmingsverkeer. Dus mensen die hier wonen, die komen hier door deze straat. Dus je kunt hier eigenlijk gewoon op straat spelen. Hoe lekker is dat? Wat hebben we hier? De Elzenoord 12. Dat is een 200 kap woning uit de jaren 70. En het kenmerk van de jaren 70 is grote ramen, grote woningen, grote kamers. Praktisch gezinshuis. Met garage op een kavel van 325 vierkante meter. En het mooie van deze plek is gewoon dat die grens aan dit bos, dat het paadje waar we net in lopen, dat grens gewoon, dat loopt langs het perceel in. Ja, dus je woont echt heel erg vrij. Maar u wilt ook vast even zien hoe het binnen eruit ziet. En dat gaan we nu doen. Ja, je ziet al een hele grote oprit, dus je kunt wel 3 auto's op eigen terrein zetten. En dan kijk je zo tegen die bosrand aan. Kom verder. Ja, zoals ik al zei, mooie oprit, veel groen. En ook aan de voorzijde kijk je naar het groen. Heel mooi vrij. Zo, dan komen we binnen. We hebben best wel een ruime hal. Trap naar boven, trapkast, meterkast. En in de meterkast zit hier natuurlijk aansluiting voor glasvezel en gewoon een kabel. Voor de rest hier rechts heb je toilet, gewoon netjes. En dan kom je eigenlijk in de ja, best wel ruime woonkamer. Het is een L-kamer met een groot raam aan de voorkant. Er zit een echte open haard in en een mooie massieve houten vloer. Ja, vanuit de woonkamer heb je gewoon heel mooi uitzicht op die bosrijke omgeving. Alles is hier groen. Ja, leuke woonkamer. Hier aan de achterkant heb je de eetkamer. Nou, de kamer is zo groot dat er makkelijk een box in staat. Inpast, dat is natuurlijk ideaal. Hier woont een jong gezin. En aansluitend aan de woonkamer heb je de keuken. Keuken in hoekopstelling met wat apparatuur. Het is een nette keuken en daar heb je ook een deur naar de buiten. Dan gaan we naar de verdieping. Laat ik even zien hoe groot de slaapkamers zijn. Dan komen we op de overloop. Het mooie van dit soort huizen is ook dat alle vloeren van beton zijn. Ook belangrijk. Heb je 3 grote slaapkamers en een badkamer. En daar beginnen we mee. Ja, complete badkamer met lichtbad, douche, toilet en wastafel. Gewoon netjes. Nou, dan gaan we naar de eerste slaapkamer. Het is gelijk de grootste slaapkamer. Er zit een groot 2-persoonsbed in. Heb je uitzicht aan de voorkant. En dus voldoende ruimte voor nog een grote kast. Maar deze mensen hebben gekozen voor om 1 slaapkamer een inloopkast van te maken. Heeft u de grote slaapkamer gezien? Dan gaan we nu naar de tweede. Ja, ik zei het, grote slaapkamer. Alle slaapkamers zijn niet groot. Slaapkamer 2 wordt gebruikt als inloopkast. Enorme kamer. Het is gewoon wederom een goede slaapkamer. Slaapkamer 3 is ook gelegen aan de voorzijde van de woning. Ook weer een goede slaapkamer. Wordt nu gebruikt als babykamer. Komen we op de tweede verdieping. Ook hier weer betonvloer. Grote verdieping. Overloop waar ze het wasapparatuur hebben staan. Veel bergruimte hebben ze hier. En het belangrijkste is, ze hebben wederom een 4e slaapkamer. Een hele grote slaapkamer. Ze hebben het niet eens in gebruik. Het is gewoon over. Er zijn zelfs mensen hier die hier 2 slaapkamers van gemaakt hebben. Want hier zit een dakkapel aan de achterkant. Maar je zou ook nog een dakkapel aan de voorkant kunnen maken. Dan heb je gewoon 2 goede slaapkamers. Veel ruimte. Leuk huis, hè? Ja, ruim, praktisch, echt een gezinshuis. Ja, ook hierachter heb je natuurlijk ja, mooie grote bomen. Veel privacy. En ze hebben hier een kiphok. Kijk eens. Mooi, hè? Ja, ik ben net al even binnen geweest. Kijk, gewoon eieren uit eigen tuin. Hoe vind je dat? Die mooie kippen hier. Ja, en ook hier, als je hier weer doorloopt, heb je hier nog een houtopslag. Natuurlijk de garage. En dan kijk je hier weer zo in het groen. Mooi, hè? Nou, bent u nu benieuwd? Zou u hier graag willen wonen?
misschien blijven de kippen wel achter. Dan heb je gewoon je eigen verse ei elke morgen. Bel ons kantoor, dan laten we het graag zien. En alle informatie kunt u vinden op de elsenoor12.nl.